Hey, hallo allemaal. Mijn naam is Rutger van Van den Heuvel en Van Duren Natuur. En leuk dat u kijkt naar deze productvideo. In deze video wil ik jullie wat meer vertellen over het glasmozaïek van Ezari. En dan met name de Topping Collectie. Ik heb hier de leaves uit de Topping Collectie. De Topping Collectie is een collectie waarbij de glassteentjes zorgvuldig zijn samengesteld op basis van kleur. En daarnaast is er op sommige steentjes een print gedrukt. Dit zorgt natuurlijk voor een verbazingwekkend resultaat. Bij de leaves is gebruik gemaakt van hele lichte kleuren. Het is dus een hele frisse glasmozaïek. Zo heb je een beetje een crème kleur, een wit kleur en een parelmoerkleur. En is de print is een print van blaadjes. Vandaar ook dat hij natuurlijk de leaves heet. Die print is ook in een honinggele kleur gemaakt, zodat alle kleuren samen perfect blenden. Zowel op klein als op groot oppervlakte is dit een hele rustige glasmozaïek, maar wel met net dat beetje extra uitstraling door die print. De stukjes glas zijn 2,5 bij 2,5 centimeter en wordt aangeleverd op matjes. En die glasstukjes zijn met elkaar verbonden door kunststof dots. Deze dots zorgen ervoor dat u minder tijd kwijt bent met het verwerken van uw project. Je kunt de steentjes namelijk van elkaar afscheuren of snijden zonder dat je met grof gereedschap er doorheen hoeft te zagen. Daarnaast is het materiaal gemaakt van gerecycled glas, wat natuurlijk erg duurzaam is. En ook een oplossing voor het rondzwervend glas in Spanje, waar dit vandaan komt. De dots die elkaar verbinden, waarmee de steentjes verbonden zijn, worden ook gemaakt van kunststof en ook gerecycled kunststof. Het materiaal is heel makkelijk in onderhoud. Het is namelijk water, vet en vuil afstotend en zorgt ervoor dat niks er binnen kan dringen. Zelfs chemische toepassingen, zoals bijvoorbeeld chloor en andere dingen, hebben geen vat op het Ezari glasmozaïek. Heeft u nou interesse in dit prachtige, rustige materiaal, welke makkelijk is in onderhoud? Aarzel dan niet en vraag hier uw offerte aan. Bedankt voor het kijken en tot ziens.